Cancel al mijn afspraken voor vandaag. Ik ben naar huis. Nou. Mevrouw Alberts. Ja? George Raas van het Ochtendblad. Mag ik u iets vragen over uw zoon? Nee, dat mag u niet. Oh, ik dacht dat u als moeder toch wel de kans zou aangrijpen om uw mening te geven. Ik wil er niet over praten. Wilt u weggaan? Denkt u dat uw scheiding van invloed is geweest op zijn opvattingen? Ik denk je wel dat je bent. Waar haal je het gore lef vandaan om me zulke vragen te stellen? Weet je eigenlijk wel wat je mensen aandoet met dit soort stukken in de krant? Oh, ho, mevrouw, dat stuk hebben wij niet geschreven. Dat was van een ander blad. Daar kunt u ons niet op aanspreken. Hoe bedoelt u? Nou, voor zover wij weten is uw zoon zelf naar de redactie van de Gooise Courant gegaan om ze met die actiegroep mee te sturen en om een interview te geven. U gaat me toch niet vertellen dat u daar niets van af wist? Ga weg. Alsjeblieft, ga weg! Donder op jullie! Ik waarschuw jullie. Wegwezen, allebei en snel. Oké, we gaan al. Maar wist u dat uw zoon naar dat blad zou gaan? Ik bedoel, dan is het toch niet zo gek dat wij iets komen informeren? Oké, mijn best, dan bel ik de politie. Hé, gaat het? Jawel, maar waarom laten ze mensen nou niet met rust? Ach, dat is die mensen hun vak nu helemaal. Ik heb meteen gebeld toen ik je boodschap kreeg, maar dat werd niet opgenomen. Nee, ik was bij Voorthuizen. Arnie is geschorst. Oh, jezus, ook dat nog. Waar zit hij? Ik weet het niet. Misschien bij Peter in de koffieshop. Oké, nou, ik wacht wel tot hij thuiskomt. Dat lijkt me beter dan om hem weer te gaan zoeken, hè? Ja. Kom binnen, Helen. Hoe is het met je? Prima, dank je. Ga zitten. Maar nu de kwestie, Alberts. Wat vind jij daarvan? Dat je Arnie van school hebt gestuurd? Ik blijf me over je verbazen. Als ik niet beter wist, zou ik denken dat je me laat afluisteren. Oh, niet zo flauw. Ik was bij Arnie's moeder toen jij net belde. Aha. Nou, dan weet ik tenminste hoe je erover denkt. Dat zie ik zo wel. Ik begrijp dat je iets moest doen. Maar is er nou geen andere oplossing? Tja, ik zou niet weten wat. Ik heb met hem gepraat. Maar hij blijft erbij dat hij via de publiciteit Linda wil dwingen tot iets wat ze zelf niet wil. Nou, dat vind ik geen manier van doen. Ja, daar heb je ook gelijk in. Maar ik denk dat dit een averechtse uitwerking op hem heeft. Kijk, hij heeft juist iemand nodig die de moeite neemt om naar hem te luisteren. Hij heeft recht op zijn eigen mening. Ik denk dat het minste is wat wij kunnen doen om laten zeggen wat hij te zeggen heeft. Ik zal eens wat vertellen, Helen. Persoonlijk heb ik grote bewondering voor die jongen, echt waar. Als ik zo oud was als hij, dan had ik misschien wel hetzelfde gedaan. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Ik moet duidelijk zien te maken dat de school volkomen buiten deze affaire staat. De enige manier waarop ik dat kan doen is door Arnie van school te sturen. Dus ik ben bang dat ik niet op mijn beslissing terug kan komen. Kom wel weer goed, schat. Echt waar. Hier. Nou, waarom? Waarom heeft hij dit nou gedaan? Het was allemaal al erg genoeg. En nou ook nog de kranten en straks de televisie. Ja. Daar heb ik niets over te zeggen. Dag, meneer. Ja. Oh, sorry, ja. Dag, Monica. Nee, die is er niet. Ja, wij zijn er ook erg van geschrokken, ja. Sorry, Monica, maar er wordt gebeld. Ja, dag. Kan ik me ooit nog ergens vertonen? Hoe durft hij ons dit aan te doen? Denkt hij wel dat hij is? Ja, rustig nou maar. We wisten allebei wat hij van plan was. Hey, gisteren kwam hij zelfs nog voor hem op. Het is erger om het in de kranten te lezen. Hij heeft altijd alles gekregen wat hij wilde. En zo betaalt hij ons terug alleen maar omdat hij zijn zin niet krijgt. Hij houdt absoluut geen rekening met ons en onze gevoelens. En ik heb er echt schoon genoeg van. Als hij straks thuis komt, dan zal ik hem precies vertellen hoe ik erover denk. Hé. Zo ken ik je helemaal niet. Ik denk dat dit artikel alleen maar het begin is van allerlei ellende die ons te wachten staat. Ja. Wat ga je straks doen als hij thuis komt? Kalm blijven. En jij ook, hè, lijkt me. Kalm? Ik ben woedend. En ik begrijp niet dat jij dat niet bent. Ik bedoel, je krijgt er uiteindelijk veel meer problemen mee dan ik. Wat zou Nico er wel niet van zeggen? Geen idee. En op dit moment kan me dat ook geen bal schelen. Het gaat nu om Arnie. Ja, meneer Stenders? Nou, gebeurt er hier nog wat? Heb je Robert al kunnen bereiken? Nee, het nummer is steeds in gesprek. Marien is er wel. Hij wacht voor de deur. Stuur maar naar binnen en blijf Robert proberen. Natuurlijk, meneer Stenders. Ja.
Ga zitten. Geef mij één reden. Sorry? Eén goede reden waarom ik jou niet ter plekke zou ontslaan. Ah. Ik begrijp dat mijn vader al contact met u heeft gehad. Correct. Eerlijk gezegd, Rien, je bent me dat gedonder allemaal niet waard. Misschien ben ik wel meer waard dan u denkt. Dat betwijfel ik. En als ik u nu eens vertel dat voordat dit gebeurde, mijn vader geprobeerd heeft mij te gebruiken om achter vertrouwelijke informatie van uw bedrijf te komen? Hij heeft volgens mij genoeg informatie om u kapot te maken. En op zo'n manier dat niemand vermoedt dat hij erachter zit. Als u me nu ontslaat, is er niemand meer die u kan helpen dat te voorkomen. Ik weet bijvoorbeeld weer veel van hem. En als ik jou nou eens vertel dat ik al lang wist dat je door je vader gebruikt werd, dat ik je daarom de verkeerde gegevens heb doorgespeeld. Dat betwijfel ik. Maar als dat waar is, goed. Ontsla me dan maar. En als ik dat niet doe, wat stel jij daar dan tegenover? Als ik mag blijven, met een goed contract uiteraard, vertel ik u precies wat hij van plan is. En wat de beste manier is om zijn plannen te dwarsbomen. Ja, ja. Ik denk dat jouw oude heer en ik je hebben onderschat. Dat denk ik ook.